Suriname telt nu 17 doden als gevolg van het COVID-19-virus. Het gaat om een 84-jarige man die is gestorven in het regionaal ziekenhuis Wanica, meldt Star News. Op de COVID-19-website is nu ook te zien hoeveel personen positief zijn getest, maar niet meer bereikt kunnen worden voordat ze genezen zijn verklaard. Dit wordt onder de noemer LTFU, oftewel Lost to Follow-up, geplaatst. Danielle Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid zegt dat er verschillende redenen zijn waarom deze mensen niet bereikt kunnen worden. Het komt wel eens voor dat patiënten niet te vinden zijn op het opgegeven adres nadat ze zijn geswapt. Ook vertrekken sommigen naar het buitenland zonder dat te melden aan de gezondheidsautoriteiten. Voor een juiste weergave van het aantal actieve COVID-19 gevallen zouden de LTFU-personen moeten worden afgetrokken van de actieve gevallen. Momenteel zijn er 408 personen genezen verklaard en zijn er 200 actieve gevallen. De teller van het aantal personen dat verpleegd wordt op de ICU staat op 6. En 225 personen bevinden zich nog in overheidsquarantaine.